Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hebben te maken met een zwak hoge drukgebied boven Centraal-Europa en die blaast een koude lucht onze kant op. Over de sneeuwvelden van Duitsland wordt dus die koude lucht aangevoerd, en daardoor hebben we temperaturen smiddags middags rond het vriespunt en 's nachts duidelijk onder nul. Wat verder opvalt is een actief lage drukgebied bij de Zwarte Zee. Die zorgt voor zware sneeuwval in Turkije. Zou me niet verbazen als dat vanavond of morgen in het nieuws komt. Want het ziet er echt heftig uit wat daar gaat gebeuren. En een tweede lage drukgebied bij Ierland en Engeland. En dat lage drukgebied gaat sneeuw brengen in delen van Frankrijk. Maar bij ons is dus dat hoge drukgebied. En dat houdt het bij ons nog voorlopig even rustig. Er zit wel een zwakke storing op de Noordzee. En die storing die komt morgen heel langzaam dichterbij. En kan wat hele lichte neerslag opleveren. Mag niet veel namen hebben. Verder zien we in de grote lijnen eigenlijk niets veranderen. Want dit is al woensdag. En dan komt er weer een nieuw hoge drukgebied in onze omgeving. En ook die houdt de gebieden met neerslag op grote afstand. Een front op de oceaan. Hier. En die moet dan andersom. Zo dus, die komt wel langzaam onze kant op en die gaat een zachtere lucht brengen. Maar de modellen hebben er nog grote moeite mee wanneer dat gaat gebeuren. En een enkel model geeft zelfs aan dat het niet gaat gebeuren. Kom ik zo nog op terug. Eerst vanavond rustig weer. Wat wolkenvelden, wat brede opklaringen ook en temperaturen die snel weer dalen. Halverwege de avond is het min 2 tot min 6 graden. En in de nacht wordt het dan min 5 tot min 9, lokaal weer min 10 graden. Kan nevel of mist ontstaan, maar dat zal niet op uitgebreide schaal zijn. Wel een hele koude nacht, dat hebben we dan ook morgenochtend vroeg, want de laagste temperaturen zijn altijd vlak voor zonsopkomst, dus om 8 uur morgen vroeg. En daarna gaat het kwik gestaag weer oplopen. Zonnige periode en halverwege de middag is het dan rond het vriespunt. Vanuit het noorden komt in de middag wel meer bewolking opzetten en uit die bewolking kan een winterse bui vallen. Dat betekent dus regen, natte sneeuw of sneeuw, hoeveelheden zullen erg klein zijn. Maar bij wegen die onder nul zijn, kan elke druppel en elk vlokje toch blijven liggen en dus gladheid veroorzaken. Ik wacht het niet op uitgebreide schaal, maar toch in de loop van de middag en avond even opletten als je de sneeuw ziet vallen of de regen op je autoruiten ziet komen. Kijken we dan wat verder vooruit. Er nou, zijn de woensdag en donderdag twee saaie winterdagen. Temperaturen overdag wat boven nul, dus dan dooi en s'nachts vriest het meestal licht tot matig. En vanaf vrijdag neemt dan de onzekerheid toe. Misschien een vrijdag nog regen en vooraf gegaan door sneeuw en dan later temperaturen die omhoog gaan. Maar er zijn ook modellen die zeggen dat dat pas op zaterdag gebeurt. En zoals al gezegd, een enkel model laat het zelfs tot en met zondag koud blijven. Wij gaan ervan uit dat in de loop van de zaterdag de temperaturen omhoog gaan, net zoals je ook in deze grafiek ziet. En wat betekent dat dan voor de ijsgroei? Nou, dat laat zich raden. De ijsdikte neemt toe tot en met een vrijdag... En als dan zaterdag inderdaad die dooi komt, dan hebben we op vrijdag het dikste ijs. In het midden van het land, zo'n 4 à 5 centimeter. Daar kun je dus nog niet op. Maar ons ijsgroeimodel geeft voor Noordoost-Nederland diktes aan van ongeveer 8 centimeter. En dan moet het hier en daar op ongelopen weilanden wel kunnen. Dus houd die ontwikkeling in de gaten op onze website. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl